Nee, hier worden even alle Europeanen in hoop hoog geveegd. Woedend in dit filmpje. Word ik hiervan. Ja, deze... maar, maar alles, ook de Amerikaanse manier van eten. Maar is dat, ja, even, Charles, is dat echt zo? Leg Amerikanen dat klopt wel. Dat ze ja, en ze houden heel gek... Hun vork doen ze heel vaak zo, dat doet zij niet. Maar ze houden hun vork soms heel spastisch zo vast. Ja, en ja, ze eten met een, ze snijden aan hun vlees bijvoorbeeld wel. En dan leggen ze het in mayonaise. En dan meestal gaat dan de elleboog zo. Onder tafel ook vaak. En de vork in de rechterhand en dan schuiven. Wat jullie nu aantonen... En wij vinden het grenzeloos onbeleefd. Ja, maar zij vinden het dus niet onbeleefd. En ik ben ook veel in China geweest. Er zijn weer andere manieren. Ja. En over de hele wereld... Jij zegt, Teun, wees er wat relaxed mee. Waar zijn tafelmanieren? Waar zijn die voor? Ja. Dat we allemaal een prettige tijd hebben aan tafel... en dat we elkaar niet storen en lastig vallen. Door bijvoorbeeld, waar we het over eens zijn... Yvette, we hebben ook gezegd, mensen die, die bijvoorbeeld op hun iPhone met geluid aan... Overgeven, dat is verschrikkelijk. Ja, dat vind ik heel erg. Maar kijk... Als jij nou met als de ene als je elkaar verder niet stoort, dan moet je dan laat het gewoon. Het moet vooral gewoon gezellig zijn. Eten is belangrijk en het gezelschap is belangrijk. Ja. Het is ook een sociale bezigheid. Als je helemaal verkrampt met die tafelmanier, er zijn er voor een reden. Daar is het ook goed voor. Maar als je er helemaal verkrampt in raakt, wat Yvette is een beetje. Laten we een overeenkomst zoeken tussen jullie. Wat zeg je? Nee, ik zeg laten we een overeenkomst zoeken tussen jullie. Hij vindt het ongelooflijk. Oh, dan allemaal discussie en zo. We hebben niet voor niks deze schaal met groenten voor jullie. Ja, wij zijn grote groenteeters. En daar zijn jullie groot. Hier ligt heel veel dingen op tafel voor jullie. Ja, precies. Teun pakt meteen zijn aubergine. Jij pakt... Ja, we hebben hier voor de aflevering... Hebben we er nog even over gesproken. Mooi! Want dat is een... Het is een aubergine. Ja. Maar wat voor een? Aziatische. Aziatische of Chinese aubergine. Ja. Ja. Prachtig, hè? Kijk, Charles, ook weer wat geleerd. Wij zijn gek op aubergines en we zijn gek op bonen. Daar hebben we elkaar in gevonden, echt. Ja. Ja. Want bonen, wat maakt bonen voor jou? Want het is toch niet het eerste waar je aan denkt als je een heerlijke maaltijd wil Maar ik heb gehoord dat jij überhaupt niet weet waar je aan moet denken bij heerlijke maaltijd. Ik zeg gewoon wat ik in mijn oortje krijg en fluistert, joh. Ik heb geen idee. Ja. Nou, ik zeg wel eens ik ben een boon, maar dat komt eigenlijk ook omdat ik bij eten eigenlijk allebei heel erg veel peulvruchten. Het is natuurlijk een naast dat het een verrukkelijk is, zeker ook heel makkelijk zelf te koken. Ja. Mensen denken altijd dat je dat 2 dagen van tevoren en zo... hoeft helemaal niet, staat ook allemaal in het boek. Je kunt ook een snelkookpan kopen. Ben je in 30 minuten klaar, van rauw naar gekookt. Eet je iets wat gewoon... Heb ik jou niet... Ik heb jou toch over... Jij hebt mij op de... Hij heeft mij aan de snelkookpan gekregen. Ja. Maar wat ik zo fijn vind ook, is dat het gewoon... Het is vezelrijk, het is voedzaam, er zitten eiwitten in. Het is niet normaal goedkoop. Dus, en je kan er alles mee. Je kunt het alle smaken geven. Dus het is een geweldig ingrediënt. Yvette, weet je hoe je over tuinbonen praat? Moet je heel veel meekijken. Het is mijn lievelings. Oh, nou ja. Ik snij er gewoon één open. Mooie groene verse bonen. Als ze zo vers zijn, dan zijn ze gewoon zoet. Italianen eten ze ook rauw, bij een stukje kaas of zo. Kijk, en hier zitten ze vast aan de peul. Zie je het? Dit is hun navelstrengetje. En dit zijn hun zachte bedjes. Mijn zus en ik legden daar vroeger altijd kleine poppetjes in uit het poppenhuis. Dat ze lekker zacht was, zo donzig. Dat is echt heel lief bijna. Is wel waar. Ja, echt? Ja. Mijn zusje en ik vonden dat heel mooi. Ja. Het grappige is, bonen is helemaal je ding. En aubergine is dat voor jou? Ja, nou, allebei. Doe je echt alles mee, hè? Nou, oh, sorry, is wel zo dat is een beetje rare zin. Nou ja, maar als zeker met de aubergine is dat een beetje rare zin. Maar herneem jezelf. Ik herneem mezelf. Nee, kijk, het grappige is dus de aubergine. Er is een onderzoek geweest dat die ongeveer de minst geliefde groente is van Nederland. Maar dat komt omdat Nederlanders niet weten hoe ze de aubergine moeten maken. Namelijk, wees niet bang voor veel olijfolie. Dat is gewoon belangrijk. Aubergine heeft olijfolie nodig. Ja. En dan is het dus heerlijk. Maar als je dus een keer een beetje zo'n harde, niet goed gekookte aubergine krijgt, dat is het afschuwelijkste wat er is. Maar het is wel zo dat ik dus bijvoorbeeld thuis... Ik kook dan ongeveer elke avond. En dan zeg ik, ik maak dit en dit. Ja, en ik dacht, ik doe er ook nog een beetje. En dan zeggen mijn kinderen al, aubergine bij. Dus ik smokkel er altijd gewoon een beetje bij. Waarom? Wat maakt het voor jou zo... Ja, het is onmisbaar. Echt wel echt bijna 4 keer in de week, denk ik. 4 keer in de week. Ja, nee, maar het is ook, alsof ik een soort geheugenverlies heb. Dus dan loop ik door de winkel en denk ik, kan ook wel nog een aubergine erin doen. Ja.